woordjes. Het is altijd leuk om mensen te begroeten in mijn eigen moedertaal. Ik ben Emily, 20 jaar en ik ben geboren in Colombia. Ik ben zoals de tweede in Colombia. Warm en plezant. Wat ben ik nog? Ik ben heel sociaal. Eenmaal dat ik begin te praten, dan kan ik niet meer stoppen. En dankzij mijn sociale ingesteldheid ben ik orthobiologie gaan studeren. Maar dames en heren, vanavond ben ik voor jullie nummer 1. Degene die steeds opnieuw de spits gaat afbijten voor alle meisjes. Geniet nog van de avond en vooral van de show. Muchas gracias. Goedenavond allemaal. 22 jaar geleden werd er in Wilrijk een klein meisje geboren. Al vlug hadden mama en papa door dat ze over echte dansbeentjes beschikten. Toch koos ze voor het echte schoolleven. Vandaag de dag maakt ze zichzelf juffrouw Nathalie noemen. Samen met haar 22 kleine bengels beleeft ze samen elke dag weer een nieuw avontuur en probeert ze elke dag weer iets moois te maken. Beste mensen, vanavond voor jullie Nathalie, 22 jaar uit Massenhoven. Geniet nog van jullie avond. Dank jullie wel. Goedenavond iedereen en alvast bedankt om te komen. Ik ben Cheyenne de Vos, ik ben 19 jaar, ik kom uit Singham. Ik volg mijn voorlaatste jaar als kapster. Hierna zou ik ook graag willen verder gaan in schoonheidsspecialisten. Ik bedank jullie allemaal voor te komen, mijn familie, mijn vrienden, mijn vriend en mijn collega's. Nou, fijne avond en amuseer je. Goedenavond allemaal en van harte welkom op de finale van Miss Fashion 2017. Toen ik aan dit avontuur begon en mijn vrienden stilletjes aan begon bekend te maken dat ik halve finaliste was, kreeg ik vaak het antwoord: "Gij Laura, meent je dat? Je bent eigenlijk totaal niet het type dat zou meedoen aan zo'n verkiezing." En ik kon ze geen ongelijk geven, maar dat was eigenlijk ook een beetje mijn bedoeling. Ik wou bewijzen dat stoere kleine meisjes ook heel mooi en elegant kunnen zijn en kunnen schitteren in een show zoals deze. En zie waar ik vanavond sta. Vanavond ben ik voor jullie finaliste nummer 5. Mijn naam is Laura Rijmakers, ben 21 jaar en studenten aan de UCLL in Leuven. Dank jullie wel. Goedenavond iedereen. Ik wil jullie van harte welkom heten op deze prachtige avond. Mijn naam is Laura Elze, ik ben 18 jaar oud en ik ben afkomstig uit Langdorp. Ik ben student marketing aan de UCLL in Leuven. Hartelijk dank om te komen vanavond en geniet ervan. Dankjewel. Goedenavond iedereen, mijn naam is Nina Kallarts en ik woon in Zonhoven. Ik ben 17 jaar en ik zit in mijn laatste jaar van sociale en technische wetenschappen. Door mijn deelname aan Miss Fashion ben ik als persoon heel erg opengebloeid en is mijn zelfvertrouwen omhoog gegaan. Geniet van de avond. Goedenavond iedereen. Ik hoop dat jullie al een hele toffe avond achter de rug hebben. Ik alvast wel. Ik ben Leslie, ik ben 22 jaar en afkomstig uit Sint-Niklaas. Ik heb heel toffe momenten beleefd tijdens het Miss Fashion gebeuren. Onder andere Alden Wiese was voor mij een topmoment. Omdat ik dan voor Lana Litchman speciale kledij mocht showen met bloemen. En dat was voor mij een geweldig moment. Ik wens jullie nog een zeer prettige avond. En ja, tot straks. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Anne Moret. Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Wilrijk. Ik studeer mijn laatste jaar af als schoonheidsspecialiste, maar ga later verder als politieagent. Dankjewel en geniet nog van jullie avond. Hallo iedereen. Eerst en vooral zou ik jullie allemaal ontzettend hard willen verwelkomen op deze avond van Miss Fashion. Ik ben Jana Breumans en ik ben vandaag nummer 11 voor jullie op deze avond. Ikzelf ben afgestudeerd als professioneel danseres. En gedurende deze opleiding heb ik nogal nare situaties en gebeurtenissen meegemaakt met een hele bende meiden samen. Dat ging namelijk niet altijd even goed en ik ben daar niet echt ongeschonden uitgekomen. Daarom zou ik vandaag de organisatie van Miss Fashion ontzettend hard willen bedanken om mij te laten zien dat een hele bende meiden toch met elkaar overweg kan komen zonder enige problemen. Dank jullie. This is me, a girl who can have responsibility, een meisje waarnaar moet opkijken. Ik zeg altijd, als je dromen hebt, don't give up when you are tired, give up when you are done. Beauty with a heart, Kimberly Bosman, 18 jaar, Melcia. Goedenavond allemaal, mijn naam is Evelien van den Bemt, ik ben 21 jaar en ik woon in Zwijndrecht. Ik ga jullie vanavond iets meer vertellen over mijn passie, namelijk kinderen. Ik ben in juni afgestudeerd als kleuterjuf aan de Karel de Grote Hogeschool. En omdat ik het studeren eigenlijk nog niet beu was, heb ik besloten om dan nog maar iets te gaan doen, namelijk pedagogie van het jonge kind. Omdat enkel studeren maar een beetje saai is, kan je mij natuurlijk op donderdagavond ook vinden in de Red & Blue. En ik hou er ook van om veel plezier te maken met mijn vrienden en familie. Ik ga heel hard van deze avond proberen genieten en ik wens jullie ook nog een heel fijne avond toe. Dankjewel.
Goedenavond iedereen. Mijn naam is Melissa Bouvry. Ik ben 17 jaar oud en ben afkomstig uit Brakel. Ik neem deel aan Miss Fashion omdat ik altijd al zo'n ervaring wil meemaken en het is een heel positieve ervaring geweest. Ik wil daarom ook heel de Miss Fashion organisatie bedanken voor alle kansen die we gekregen hebben en waarschijnlijk wel nog zullen krijgen. Alzo wil ik de mensen in deze zaal bedanken die er vanavond zijn om mij te steunen. Dat betekent echt heel veel voor mij. Ik wens jullie ook nog een hele fijne avond toe. Dankjewel. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Elisa de Saveur. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Groenlaard. Ik studeer sociaal readaptatiewetenschappen, wat eigenlijk een veel te moeilijk woord is voor kinderen, jongeren en welzijn. Dankzij Miss Fashion ben ik gegroeid als persoon, heb ik heel veel nieuwe dingen bijgeleerd en ervaringen opgedaan dat ik nooit had gedacht dat ik zou kunnen meemaken. Dank u wel hiervoor. Geniet van de avond, want het wordt een fantastische show. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Ik ben Coulon Shana, afkomstig uit Everhem, 20 jaar en ik werk als zorgkundige in een rusthuis. Ik doe mee aan Miss Fashion omdat het een van mijn grote passies is. Ik wil mezelf en anderen ontzettend trots maken en ik wil aantonen dat een miss zeker niet perfect moet zijn. Een miss moet zich goed voelen in alles wat ze doet en wie ze is. Enkel zo kan ze een voorbeeld zijn voor anderen. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken hier in de zaal die mij door deze avontuur heeft gesteund. Zeker en vooral wil ik ook de organisatie bedanken voor deze mooie kans. Ik ben Tiffany Dirks, ik ben 17 jaar afkomstig uit Niel. Mijn grootste passie is vooral heel creatief zijn. Dank u, geniet ervan. Goedenavond allemaal, mijn naam is Britt, ik ben 17 jaar en zit in mijn laatste jaar sociale en technische wetenschappen. Ik ben trots om hier vanavond als Limburgs meisje op het podium te mogen staan en ik wil ook iedereen bedanken om het team die mij hier aan heeft gesteund. Ik wens jullie heel een fijne avond. Goedenavond iedereen, mijn naam is Laura Goossens, ik ben 20 jaar en kom uit Weerde. Ik doe mee aan Miss Fashion omdat ik van uitdagingen hou en ook om een boodschap over te brengen aan alle pesters in het verleden. Kijk, hier sta ik dan. En aan alle slachtoffers, kijk waar jullie kunnen staan. Dankjewel. Goedenavond dames en heren. 21 jaar geleden werd ik geboren in een klein dorpje in Nederland. Ik kreeg van mijn lieve ouders de mooie naam Anna. Al van kleins af aan ben ik heel sociaal en zorgzaam en het heeft zich geuit bij mij in mijn studie verpleegkunde. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op de catwalk en achter voor de lens. En Miss Fashion heeft me er echt bij geholpen. Dankzij mijn deelname ben ik veel zelfzekerder geworden en ben ik helemaal opengebloeid. Ook heb ik geleerd dat ik trots mag zijn op de jonge dame wie ik ben. Geniet nog van jullie avond en ik hoop dat jullie net zo hard van deze show gaan genieten als wij allemaal. Dankjewel. Hallo iedereen, ik ben Amy Jansen, 19 jaar en ik kom uit Braschaat. Een van mijn grootste dromen was eigenlijk altijd al meedoen aan een misverkiezing. En voilà, hier sta ik dan vanavond als trotse finalist van Miss Fashion. Geniet nog van jullie avond. Voor jullie staat een laatstejaarsstudenten boekhouden informatica. Hierna zal ik verder studeren in de richting rechten, dus kunnen jullie mij advocaat Oriana noemen? Ik wil heel graag mijn ouders bedanken dat zij hier vanavond bij zijn en dat ze mij enorm hard hebben gesteund. Ik ben Oriana van de Mosselaar. Ik kom uit Hevingsum, 17 jaar en daarmee een van de jongste, maar wel een van de grootste. Goedenavond iedereen, ik ben Louise de Poorter, ik ben 18 jaar oud. Ik ben afgestudeerd als chef-kok aan de hotelschool en nu studeer ik verder als schoonheidsspecialiste. Ik wil eigenlijk een voorbeeld zijn voor meisjes met weinig zelfvertrouwen, want ik was dat meisje ook. En door de wedstrijd kan ik mee een zelfvertrouwen boost geven. Dankjewel en een prettige avond. Goedenavond iedereen, mijn naam is Stephanie Renaud, ik ben 17 jaar oud, ik kom uit Delftse Stokken en ik ben trots dat ik hier vanavond voor jullie mag staan. Dames.